Van harte welkom bij weer een casus van de maand. We bekijken een uh, casus van huisarts Freek Sloter en het gaat hier om een 60-jarige dame. Die heeft een groter wordende plek van de onderbuik links. Daar heeft ze verder geen last van, maar de vraag is natuurlijk, kan dit kwaad? En we kijken hier naar een meerkleurige huidafwijking die mogelijk uit twee delen bestaat. En je ziet uh, het bovenste gedeelte bestaat uit een huidkleurige macula met een uh, bruine ringvormige... Uh, uh, rand. En ook een donkerbruine, vratachtige uh, huidafwijking daar rechtsonder. Dus ja de vraag is: is het nou één geheel of zijn het toch twee afzonderlijke huidafwijkingen? En uh, als we de ABCDE-regel hierop toepassen, dan zien we een asymmetrische lesie Met een wisselende uh, begrenzing. Uh, niet egale kleur. Je ziet ook meerdere kleuren huidkleurig bruin. en Meerdere bruintinten ook. De lesie is groter dan 5 mm. En er is sprake van. Evolutie op een 60-jarige leeftijd. Kortom, de, de lesies ABCDE niet pluis. Laten we dan ook met de dermatoscoop verder gaan kijken. Nou, eerst zien we hier een niet gepolariseerde opname. En wat we hier zien is dus ook wederom dus een meerkleurige lesie. En wat vooral opvalt is ook weer de asymmetrie en ook het vratachtige aspect. aspect. Met name in het deel hier uh, aan de onder onderzijde is dat goed te zien. Verder valt op dat er uh, Intacte huidlijnen zijn, maar helaas kan dat onvoldoende geruststellen, want we weten ook dat bij een melanoom ook de huidlijnen nog intact kunnen zijn. Laten we ook gepolariseerd kijken, dan kunnen we de diepere structuren zien. En wat zien we dan? Nou, het eerste waar de rode lijntjes al bij staan zijn de opvallende radiaire lijnen. En dat zien we vooral eh, niet alleen in het onderste deel, maar ook in het bovenste deel. Verder is er ook een structuurloos patroon te zien in beide delen. En tot slot zijn er ook nog grijze asymmetrische puntjes aanwezig. Kortom, een chaotische lesie met meer dan één patroon, meer dan één kleur en asymmetrie van patronen en kleuren. Kan dit een BCC zijn? Ja, dat zou kunnen. En met name het bovenste deel denk je daar dan aan, want die radiaire lijnen. Die lijken naar een centrale basis te convergeren. En dat is typisch een bevinding van het gepigmenteerd bezaalzakascinoom. Ja, alleen het onderste deel past daar dan weer niet bij. Misschien is het ook een samengestelde lesie. Kan het een melanoom zijn? Ja, het kan ook een melanoom zijn. Want in een melanoom kunnen ook asymmetrische radiaire lijnen gezien worden, zoals hier. En een patroon van asymmetrisch verdeelde grijze puntjes. Kan het ook nog een verruca seboroica zijn? ja, ook dat is nog mogelijk. Het onderste deel, eh, met name dus in de niet gepolariseerde opname is dat zichtbaar, laat een beetje een fratachtig aspect zien met ook wat geleiachtige begrenzingen. En dat is natuurlijk een aanwijzing voor de diagnose van ucazebroidica. Een uitdagende casus, waarbij je dus sterk moet denken aan de maligniteit. Denk daarbij dan aan de mogelijkheid van een gepigmenteerd basaalcelcarcinoom en een melanoom, eh, al dan niet in een samengestelde lesie. En er is een spoedverwijzing geïndiceerd. Hier even samengevat. We zien dus een patroon van lijnen, puntjes en een structuurloos patroon. Kleuren bruin, huidkleur en grijs. De aanwijzingen hier zijn de radiaire lijnen, de grijze puntjes en deels een geleiachtige begrenzing. Maar ook chaos en asymmetrie van patronen en kleuren. Deze patiënt werd met spoed verwezen naar de dermatoloog. Uh, waar een totale resectie uh, plaatsvond. En de PA liet een Fruca sebroica zien. Deze casus laat ons zien dat je met de dermatoscoop niet altijd kunt onderscheiden of een lesie dus melanocidair is of niet. Want bruine lijnen die kunnen worden gezien bij gepigmenteerd bestaalszakarcinoom, bij een melanoom. Ja, ook in nevi kunnen ze gezien worden en ook in een Fruca sebroica. Helaas kon de Ugly Duckling in deze casus niet worden ontmaskerd met de thermoscoop en was dus de pathologisch onderzoek noodzakelijk op korte termijn. Maar gelukkig met een goede afloop voor deze patiënten.